Als radiokoning Frits Spits een boek schrijft, wil iedereen hem wel in zijn programma hebben. Dus ook De Wereld Draait Door. Alleen jammer dat het boek niet is besproken. Nou, ik werd om 4 uur wakker en ineens denk ik, welk belang zou hij, waarom heeft hij het boek niet laten zien? Vond hij het een slecht boek? Als hij dat had gevonden, had hij dat moeten zeggen. Dat mag hij zeggen. Hij mag kritisch zijn. De door de wol geverfde radioman heeft geen goed woord meer over voor Matthijs van Nieuwkerk. Alles wat meneer van Nieuwkerk wil, hij behandelt de mensen niet met respect. Alleen, ze moeten precies zeggen wat hij wil. Nog één mooie aankondiging, Frits. Ja, voor welke plaat? Nou, dat maakt me niet uit. Frits, laat nog eens even horen hoe de aankondigingen gingen. Nou, dat staat helemaal niet in mijn boek. De flapdrol heeft het boek niet eens gelezen, namelijk alleen de flap. Dat is een ontzettend slechte interviewer. Hij luistert nooit, hij dendelt altijd met zijn stem over een ander heen. Het wordt maar gepikt en het is populair. Wat hier gebeurt is respectloos. En dat vind ik erg. Ik wil niet in zo'n samenleving leven. Ik wil dit niet en ik doe er niet aan mee. Mensen met camera's kunnen wat Frits betreft allemaal wegblijven. De kijkcijferoorlog gaat vanaf nu aan hem voorbij. Ik ben heel verdrietig ervan. Echt. Dit is niet goed. Dit is voor het land niet goed. Dit is niet goed. Het gaat mij om waarachtigheid, om schoonheid, om echtheid. Daar gaat het om. Daar gaat het in het leven om. Dat je de mensen eerlijk in de ogen kunt kijken. Kan niet meer. Het is afgelopen. Het is echt een ramp gewoon. Sorry. Nou, dit is echt ongelooflijk heftig wat hier gebeurt. Wat we hier zien, denk ik, dat is dan mijn bescheiden analyse, is Frits Spits, die al jarenlang radio maakt, die al jarenlang op een respectvolle wijze mensen interviewt. Wat hij ook van ze vindt, dat merk je nooit. Hij stelt vragen, hij luistert en over het algemeen komt zijn volgende vraag naar aanleiding van het antwoord dat hij gehoord heeft. En die is gisteren terechtgekomen bij de Autocue Draait Door. Die zat dus tegenover Matthijs van Nieuwkerk, die inderdaad, over het algemeen, ze hebben het net bij Editionel uitgerekend, Matthijs praat 5 minuten en de gast praat 3 minuten. Het is een soort gemonteerd programma, dus jij mag tussendoor nog iets zeggen, maar in principe moet je gewoon doorrammen wat de redactie met z'n allen bedacht heeft. Dat is wat er gebeurt.